Ongeveer twee keer per eeuw, met een tussenpoos van 8 jaar, scheert planeet Venus tussen de aarde en de zon. Zo ook in de jaren 1761 en 1769. Vanuit Engeland, Frankrijk, Zweden en Rusland werd een aantal wetenschappers naar diverse plekken van de aarde uitgezonden om dit fenomeen te bestuderen. Met de onderzoeksresultaten van deze eerste grote internationale wetenschappelijke expeditie zou men met behulp van het principe van de driehoeksmeting de afstanden in ons zonnestelsel kunnen uitrekenen. De meeste expedities liepen helaas in de soep. Men arriveerde niet op tijd op de bestemming of eenmaal aangekomen bleken de instrumenten kapot te zijn, of nog erger, juist op het moment suprême bleek het te bewolkt te zijn. Degene die wel in zijn opdracht slaagde was de legendarische ontdekkingsreiziger James Cook. Hij arriveerde op tijd op Tahiti en op 3 juni 1769 deed hij zijn astronomische waarnemingen. Na dit experiment ontdekte Cook ook nog even de oostkust van Australië en kwam hij erachter dat Nieuw-Zeeland uit 2 hoofdeilanden bestaat.